En dierenleed is nimmer goed te praten, wat de oorzaak ook mag zijn. Dit zegt Sintje Ashroef van de Henk Abraham Stichting. Gisteren werd er een bericht gedeeld via social media over mishandeling van een hond door kwaadwillige buren. Dit hoefde volgens Ashroef niet zo ver te komen als partijen hadden gecommuniceerd met elkaar. Altijd de mogelijkheid te praten is, toch, op een nette manier praten met elkaar. En twee, proberen via de politie, de buurtmanager vooral, deze zaak aan te kaarten. Waardoor de buurtmanager van de politie misschien tot een oplossing kan komen, tot een schikking kan komen. Het komt vaak voor dat erven geen omrastering hebben, terwijl de bewoners wel in het bezit zijn van honden. Hierdoor komen de huisdieren op het terrein van anderen en dat zorgt voor wrijving. Eigenaren kiezen er dan voor om hun honden aan de ketting te zetten. Maar dat is volgens Sintje Ashroef niet de oplossing. Als je wat geld heeft of als het enigszins mogelijk is, spaar wat geld en zorg dan voor een elektronische beveiliging thuis bij u. Maar breng die honden niet in nog meer gevaar. Want kijk, een hond aan een ketting houden is natuurlijk een leven lang lijden. Toch? Want niemand is aan een ketting geboren. Niemand is in gevangenschap geboren. Je hebt methodes die je heel goed kan oplossen. Waardoor die hond aan een lijn is vastgelegd. Maar niet echt voelt dat hij aan een ketting is vastgelegd. Nogmaals, je hebt methodes. Je hebt speciale methodes. Waardoor die hond gewoon kan lopen, een heel groot oppervlakte. Maar dat dier is dus wel aan een lijn vastgelegd. En al enkele dagen wordt Suriname geteisterd door hevig onweer. Voor veel huisdieren is dit heel beangstigend. Het is daarom belangrijk dat ze gerustgesteld worden. Vanaf 2017, 16 januari 2017... is er een wet op dierenwelzijn. En volgens die wet worden zaken ten aanzien van dierenmishandeling niet meer gezien als een economisch delict, omdat vroeger het zo was dat men dieren als een voorwerp zag. Maar die wet is gebaseerd op alle 5 vrijheden van dieren. En daarom, dieren worden natuurlijk gezien als levende wezens, met gevoelens, met alles erop en eraan, net als bij mensen. En wordt dierenmishandeling gezien als een misdrijf.